Roel Leeuw, een paar minuten na de wedstrijd Rijnsburgse Boys Barendrecht. Welk cijfer geef jij voor deze wedstrijd? Vandaag geef ik een 10. Een 10, ja, dat is nogal wat. En dan ook over de eerste helft? Of kijk je alleen naar de hele wedstrijd of het resultaat? Dit is vooral na afloop, omdat ik reken helemaal niet op 4-4. Maar ik zei tegen Jan van der Vijver naast me, ik zeg, als ze nou snel 4-3 maken, want ze voetbalde toen goed. En Barendrecht, die was toch wel een beetje de klus kwijt. En nou, dat gebeurde. En dan waarachter, ze maken nog 4-4. En de 5-4 zat er zelfs ook nog in. Maar ik moet wel zeggen, Barendrecht, ze hebben voor de rust, vond ik Barendrecht toch wel de betere, gevaarlijkste ploeg. Ze hebben best wel geluk gehad een paar keer. Paal, lat enzovoort. Maar ja, achteraf, als hij van 4-2 tegen deze goede ploeg, ik vind het echt een goede ploeg, en die nummer 8, die heb ik nog niet gezien dit seizoen. Het seizoen is nog niet zo lang, maar die was echt goed. Ik hoor het al, redelijk tevreden, zeker met de einduitslag. 2-2 in de rust, 4-2 op een gegeven moment achter en dan komen er drie aanvallende wissels. Goede keuze van de trainer? Ja, achteraf, na dit punt is het een goede keuze, maar je ziet de keuze. Dat is heel aanvallend en vaarbank. Ja, dan loop je tegen een counter op en dan wordt het gewoon geen 3-3, maar dan wordt het 2-4. En dan is het, hoe gaat het allemaal lopen? En dat moet ik dan wel zeggen, het was echt geweldig, de inzet en de wil om nog 4-4 eruit te halen. En de mensen die ik daar nu allemaal gesproken heb, ja, die lopen allemaal te lachen, want het was fantastisch, het laatste 20 minuten, zeg maar. Ja, het was zeker de moeite waard, deze wedstrijd. Laatste vraag, korte vooruitblik. We krijgen twee derbies. Jouw voorspelling over de wedstrijd tegen VVSB en de wedstrijd tegen FC Lisse. VVSB, die heb ik vorig jaar gezien. Dat is een hele goede ploeg. Ze zijn niet voor niks tweede geworden in de topklasse vorig jaar. Ze doen het weer goed. Ik weet niet wat ze nu gedaan hebben, want ze zouden om 4 uur voetballen. Dat hebben ze expres gevraagd. Maar ik denk dat het een hele dobber wordt, maar bekervoetbal, dan weet je het nooit. Dat kan alle kanten op. En mijn voorspelling is, nou laten we nu een keer winnen. En dan tegen Lisse nog? En tegen Lisse, ik denk, die hebben nu ook gewonnen. Ik denk dat het, ja, het is ook altijd moeilijk. Maar ik denk een kleine overwinning.